Vandaag gaan we de boom ophalen in Groot-Ammers die we besteld hebben in januari bij de actie van de gemeente. Het is een goede, leuke actie waar we graag gebruik van maken. Nou, na weken van voorbereiding is vandaag het grote moment, de ophaaldag van de bomen. We zijn hier op de werf in Groot-Ammers. We hebben 3 werven waar bomen opgehaald kunnen worden. En in totaal zijn er 705 bomen besteld. Een prachtig resultaat voor de eerste keer. En hier in Groot-Ammers worden er 265 volgens mij opgehaald. Dus wij zijn al vanaf vanmorgen vroeg druk in de weer om het op een goede manier allemaal uit te reiken aan iedereen. Iedereen krijgt ook een boompaal en een stuk boomband mee. En het zijn echt prachtige bomen die de mensen cadeau krijgen. Of cadeau, ze hebben er wel iets voor betaald. Maar wij vinden het als gemeente Molenlanden ontzettend belangrijk dat we duurzaamheid en biodiversiteit gaan versterken in deze regio. En dit is natuurlijk een fantastische manier om dat voor elkaar te krijgen en ook de bewoners te betrekken. Hier komt de appelboom ter vervanging van deze dode appelboom. En de lijsterbes voor vogels, die komt ergens hier te staan.